je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie weer eens een maand shoplog. Ik ga jullie alles laten zien wat ik in de maand december heb gekocht. En het zijn wel dingetjes. Ik heb namelijk geshopt bij Naked, bij Goods & Gusto. Ik heb nog wat dingetjes van Douglas. En ik ben nog bij de Zara geweest. Dus alles wat ik heb gekocht deze maand ga ik aan jullie laten zien. Dus heb je zin in deze video? Vergeet dan geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren hieronder om meer van mij te zien. En vergeet me niet te supporten op mijn Instagram. Die staat nu hier in beeld. Ik denk dat we maar gelijk met alle grootste gaan beginnen. Namelijk deze grote Naked zak. Ik heb namelijk weer eens bestelling geplaatst bij Naked. En eigenlijk wilde ik maar twee kleine dingetjes bestellen bij Naked. En toen kwam ik als gewoonlijk allemaal leuke dingetjes tegen. En het zit zo dat ik eigenlijk al een tijdje tegen mezelf zeg, ik moet nieuwe broeken gaan kopen. Ik vind broeken vinden namelijk best wel lastig. En in de make-up moet je eigenlijk altijd passen. En online heb ik best wel vaak dat het 9 van 10 keer dan niet helemaal zit hoe ik wil dat het zit. En ik zag ineens allemaal leuke broeken. Dus ik dacht, ik ga een hoop dingen bestellen. En dan moet er wel een goede broek tussen zitten. Dus het is uiteindelijk een flinke zak geworden. Dus ik ga je laten zien wat ik daar allemaal heb gekocht. Nou heb ik er niet alleen maar broeken gekocht, maar ook twee topjes. En daar ga ik mee beginnen. Als eerste dit prachtige corset topje. Dit is hem. En je zal het beter zien als ik hem aan heb zo meteen. Maar dit topje is best wel see-through. Eigenlijk is het hele topje see-through behalve hier zo'n beetje. Dus hij bedekt eigenlijk alles wat hij moet bedekken. En ik vind dit topje echt prachtig. Hij is dus helemaal van kant. En de achterkant is ook helemaal van kant. Wat je dus nu niet heel goed kan zien. En wat ik heel mooi vind aan dit topje is dat hij aan de onderkant hier zo ook soort van zo'n kanten stukje heeft. Wat echt heel mooi is. En hij sluit echt prachtig aan op mijn lichaam. Maar dat zal je allemaal zien als ik hem aan ga trekken. Dit is het corset topje en hij zit echt prachtig zoals je kan zien. Zoals ik zei is eigenlijk alles kant hier zo. En aan de achterkant is ook helemaal kant. Hier de bovenkant ook kant. Maar zoals je ziet bedekt hij alles wat hij moet bedekken. En zoals ik net zei heeft hij dus hier zo aan de onderkant zo'n stukje kant. Wat ik echt heel mooi vind. Want hij geeft echt een beetje zo'n extra touch. En dat stukje kant aan de onderkant dat gaat helemaal door tot hierachter. En die achterhoofd is nog een beetje omhoog. Wat ik ook echt heel erg mooi vind. Ik ben echt verliefd op dit topje. Ik vind hem heel erg mooi zitten. Het volgende topje is ook weer een corset topje. En dit is het topje. Het is dus een leren corset topje. En deze is ook weer echt prachtig. Hij is wel heel erg mooi als je hem zo ziet. Maar hij is nog mooier als ik hem aan heb. Deze sluit namelijk ook weer echt perfect aan. En dat zal je dan ook weer zien als ik hem zo aandoe. Maar het is dus een leren topje. En hier zo kan je goed zien dat het een corset topje is. En aan de achterkant heeft hij een rits waarmee je hem sluit. En omdat hij dus ook leren is, vind ik hem best wel zo'n stoere vibe geven. Dus ik vind deze echt heel erg mooi. Dit is wat ik bedoel met hoe perfect dit topje aansluit. Ik vind hem zo mooi zitten. Hij sluit zich maar overal goed aan. Ook achter sluit hij heel mooi aan. Ik heb het kaartje er nog aan hangen. Ik vind hem heel mooi, want hij zit zeg maar hier ook helemaal niet te wijd. Ik vind die hals hier ook echt perfect, alsof hij gewoon letterlijk voor mijn lichaam gemaakt is. Ik vind het heel leuk. En het leukste vind ik dan ook nog dat het topje eigenlijk van leer is. Dus dat geeft ook nog een beetje dat extra. Ik ben hier echt heel erg blij mee. En dan de twee dingen waarvoor ik überhaupt ben gaan bestellen bij Naked zijn deze twee haarbandjes. Ik ben dus helemaal verliefd geworden op de haarstijlen met haarbandjes. En ik zocht eigenlijk heel de tijd een goede haarband. En die kon ik niet echt vinden omdat ze allemaal wat dik waren. Of ze moesten achtergesloten worden waardoor je dan zo'n bobbel erachter krijgt. Tot ik bij Naked zag dat ze best wel goede haarbandjes hadden. Want deze zijn eigenlijk gewoon een lapje stof. En ze zijn dus heel erg dun. Dus je hebt niet zo'n bobbel je achter en ze zitten heel erg lekker. Ik heb ze ook al een paar keer gedragen en ik ben er echt dol op. Ik vind het echt heel erg leuk staan. Dus ik heb hem in de kleur zwart en bruin, want bruin vond ik ook wel heel erg leuk staan. Dus dit is eigenlijk de reden waarom ik überhaupt bij Naked ging bestellen. Dan gaan we door naar alle broeken die ik heb besteld. En als allereerste heb ik deze gestreepte broek. Dit is hem en er zit eigenlijk een verhaal achter deze broek. Ik heb deze broek namelijk echt al een tijdje geleden gezien. En hij was ook best wel trendy, want eerst twijfelde ik heel erg. Toen heb ik hem uiteindelijk niet besteld. En toen ik een beetje spijt van kreeg, was hij heel de tijd uitverkocht. Eigenlijk heb ik er sindsdien best wel vaak over nagedacht. En dan had ik er eigenlijk altijd een beetje spijt van. Totdat ik hem nu weer zag en toen dacht ik, nu moet ik het wel bestellen. En ik ben ook heel blij dat ik dat heb gedaan, want ik vind hem dus nog steeds heel erg leuk. En als je hem dichtbij kijkt, zie je de strepen wat beter. Het is dus een hele lichte broek, maar verder is hij dus best wel simpel. En hij zit ook heel mooi. Dus ik ben heel blij dat ik deze alsnog heb besteld. En nou, deze broek is toch leuk. Ik vind hem zo leuk. En het allerleukste hieraan is hij past echt perfect. Ik heb zeg maar geen gat hierachter. Hij sluit heel erg mooi aan. Eigenlijk sluit alles heel erg mooi aan. Dus ik ben er heel blij mee. En verder
loopt die wat wijder uit naar beneden. Het zijn echt die typische broeken die ik heel erg fijn vind zitten. En ik eigenlijk dus niet echt genoeg van kan hebben. En helemaal met die streepjes natuurlijk erop, dat patroontje. Vind ik heel leuk. Dus ik ben heel blij dat ik deze eindelijk heb. De volgende broek is een grijze broek. En ik heb nog geen grijze broek in mijn kast eigenlijk. Maar deze kleur grijs vond ik wel heel erg mooi. En deze broek loopt ook wijder uit. En dat vind ik ook heel mooi. Maar verder is het een hele basic broek. Maar ik vond de kleur grijs zo mooi. En ik dacht, ja, dit heb ik nog niet. Dus deze heb ik ook maar besteld. Dit is eigenlijk een basic grijze jean, maar hij zit dus wel heel erg mooi. Hij sluit overal heel erg goed aan en hij loopt een heel klein beetje wijd naar beneden. Hij zit bij de bovenbeen namelijk iets strakker dan onderaan de broek, maar ik vind hem wel heel erg mooi zitten. En eigenlijk is het gewoon een hele basic grijze jean die eigenlijk altijd wel goed is. En dan heb ik precies dezelfde kleur grijze broek, maar dan in een andere broek. Het is letterlijk dezelfde kleur, alleen deze broek is net iets anders. Als je de knoop dicht doet, kan je namelijk goed zien dat je hier een detail hebt in de broek. Zo ziet hij er namelijk uit. En dit vind ik dus heel erg leuk, want dat heb ik ook in een andere broek die ik al heb. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat deze broek vind ik ietsjes minder mooi zitten dan de vorige grijze broek. Maar dat zie je allemaal als ik hem aan heb. Het is gewoon dat ik de andere iets mooier vind zitten, maar deze zit ook echt niet lelijk. Zoals ik zei is de kleur echt precies hetzelfde als de vorige grijze broek. Ik vind deze alleen iets minder mooi zitten. Puur omdat ik hem hierachter gewoon iets minder mooi vind. En hij heeft hier zo best wel een gat achter. En ik denk dat als dit gewoon wat strakker had gezeten, dat het gelijk de hele achterkant van de broek had veranderd. En dat is het enige. Verder heeft hij natuurlijk ook nog dat detail hiervoor, wat ik wel echt heel erg leuk vind. Verder het model van de broek wel echt heel erg leuk. Dan is het tijd voor iets meer kleur. Want ik heb hier namelijk een fel groene broek. Dit zou ik persoonlijk eigenlijk nooit bestellen uit mezelf. Puur omdat ik vind het heel mooi. Maar ik ben gewoon bang dat ik het nooit aantrek. En dat heb ik nog steeds een beetje. Maar toen ik hem op het model zag staan, dacht ik, ja, hij zat zo mooi. Dat ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Ik vond hem gewoon zo mooi staan bij haar. Hij is wel een beetje oversized. Ja, hier kan je wel echt hele leuke outfits mee maken. Dit is de groene broek. En hij zit eigenlijk best wel goed. Ik heb zeg maar niet echt een gat hierachter. Dus dat is al een heel goed teken. In de benen zit hij verder wel een beetje oversized. Waardoor ik denk misschien had ik zelf nog een maatje kleiner kunnen nemen. Hier is hij best wel veel ruimte. En dat heb ik ook een beetje achter hier zo. Ik denk dat hij ook nog wel wat ruimte heeft. Maar ik vind hem wel heel erg mooi staan. Dan een hele andere soort broek. Namelijk deze donkerblauwe jeans. Eerst dacht ik dat het eigenlijk meer zwart was. Maar toen ik hem binnenkreeg zag ik dat het echt heel donkerblauw is. Ook al vind ik dit ook wel heel erg leuk, al zou ik dit niet zo heel snel bestellen uit mezelf. Hij loopt namelijk best wel wijd uit. En je kan hier zo goed zien dat je al die stitches en lijnen hier zo van de zakken en aan de zijkant van de broek, wat je ook beter zal zien als ik het aan heb, dat zie je allemaal. En dat vind ik wel heel erg leuk aan deze broek. Deze broek geeft me ook een beetje die vintage vibe of zo. Ik weet niet. Ergens vind ik het ook wel heel erg leuk. Dus ook weer echt iets heel anders dan normaal. Hoe leuk staat deze broek? Hij sluit ook echt perfect aan. Helemaal hier zo om de middel. Zit hij gewoon helemaal goed. Ik heb zelfs niet echt zo'n groot gat hierachter. Dus voor dat vind ik hem echt heel erg mooi dat hij zo goed aansluit. En zoals ik zei loopt hij dus best wel breed uit aan de onderkant. Maar ik vind het wel heel erg leuk. En ik hoop dat jullie het een beetje zien. Maar je ziet hier dus die lijnen lopen aan de zijkant. En je hebt hier ook de zakken die je dus heel goed kan zien. En de kontzakken die je heel goed kan zien. Maar dat vind ik dus een heel leuke detail aan de broek. En trouwens, hier aan de zijkant heb je van die knopen. Wat natuurlijk een heel leuk detailtje is aan de broek. Maar wat je ook kan doen met dit, is als de broek te klein is, dat je hem zeg maar strakker kan zetten. Zo. En dan zit je broek gelijk een stuk strakker. En dat heb je dus ook aan deze kant. Dat is echt top als je zo'n gat hebt hierachter. Maar dat heb ik niet per se bij deze broek. Dus voor mij kan die gewoon hier blijven. Maar ik vind het wel een heel leuk detail. En ja, ik vind deze hele broek gewoon wat ik zei, het geeft een beetje die vintage vibe. Maar zo'n broek heb ik nog niet. Dus ik vind hem wel heel erg leuk. En dan de allerlaatste broek. En deze is gewoon helemaal zwart. Maar deze broek is eigenlijk precies hetzelfde als de tweede grijze broek. Deze heeft namelijk ook weer, als je de knoop dicht doet, dat detail hier zo aan de voorkant. En deze loopt ook weer wat wijder uit. Dus eigenlijk echt precies hetzelfde, maar dan gewoon helemaal in het zwart. Even op deze manier, want dan kan je de broek goed zien. Dit is de zwarte broek. En dit zit eigenlijk best wel goed. Hier zo kan je goed de details zien aan de voorkant. Verder is het gewoon een basic zwarte broek. Eigenlijk het enige wat ik wel heb met deze broek is dat hij zo'n gat heeft hier aan de achterkant. Maar dat heb ik eigenlijk best wel vaak met dit soort broeken. Maar verder zit hij wel heel erg mooi en is het gewoon een basic zwarte broek die altijd goed is. Dan was dat Naked. En dan ga ik nu door naar Gusta en Gusta. En daar heb ik echt
één heel leuk item gevonden. Ik heb dit item namelijk al een paar keer voorbij zien komen. En toen kwam ik hem nog een keer tegen bij Goods & Goods. En toen dacht ik, ja, ik vind hem zo leuk. Ik moet hem ook hebben. Het is namelijk deze geweldige broek. Hoe geweldig is deze broek? Ik vind deze broek zo leuk. En ik heb ook geen één broek die er zo uitziet eigenlijk. En wat ik zo leuk vind aan deze broek is dat hij best wel opvalt. Maar hij kan eigenlijk ook best wel goed bij gewoon een basic outfit. Ik heb hem namelijk al aangehad met kerst, waar hij natuurlijk heel erg leuk voor is. Maar zo'n broek met gewoon een basic topje of trui vind ik echt al een hele leuke outfit. En het geeft gewoon wat extra's. Deze broek komt volgens mij van de collectie van Rosalie. En je hebt hem ook nog in het roze, dacht ik. Maar je zal hem beter zien als ik hem aan heb. Ik vind deze echt helemaal te gek. Deze broek is lekker extra, maar ik vind hem zo leuk. En nog steeds, ik heb hem al een keer eerder aangehad, maar ik krijg er gewoon geen genoeg van. Ik vind hem dus heel leuk. Ik twijfelde eerst wel of ik een maatje kleiner moest hebben, omdat ik eigenlijk best wel wat ruimte bij de middel heb. Maar wat heel belangrijk is om te onthouden met deze broek is, hij rekt eigenlijk echt totaal niet. Ik denk dat ik eigenlijk geen maatje kleiner moet hebben. Wat deze broek ook heeft, ik weet niet of jullie dat kunnen zien, is hij heeft zeg maar van zo'n streep aan de voorkant van de broek lopen. Wat ik ook heel leuk vind. Het enige wat ik wel heb gemist aan deze broek zijn eigenlijk zakken. Ik heb echt wel heel erg vaak dat ik wat in mijn zak wil doen of vast wil houden, wat dan ook. En elke keer vergeet ik dat deze gewoon geen zakken heeft. Maar aan de andere kant is het misschien ook logisch, want het past niet helemaal bij deze broek. Maar ik vind deze, ja, niks op aan te merken. Ik ben helemaal verliefd op de broek. Dan ga ik door met de laatste kleding items, want ik heb nog wat leuke dingetjes gevonden bij de Zara. Als allereerste deze grijze cargo broek. Ik zag deze bij de Zara en ik vond hem heel erg leuk. Ik vind cargo broeken over het algemeen echt heel leuk. Ze zitten eigenlijk bijna altijd helemaal goed. Maar ik had nog niet zo'n donkergrijze cargo broek. En ik vond de kleur heel erg mooi. En hij zat ook echt perfect. En toen ik hem aan had, toen dacht ik, ja, deze moet ik wel meenemen omdat hij zo goed zat. Deze heb ik gescoord bij de Zara. Let niet op hoe vies de broek is, want ik heb hem al een paar keer gedragen en hij moet te wassen in. Maar ik wil hem gewoon heel graag nog even aan jullie laten zien. Ten eerste vind ik het stofje van deze broek heel zacht, want het is zeg maar geen spijkerbroek. Dus hij zit heel erg lekker. Verder sluit deze, zoals ik zei, echt perfect aan overal. Helemaal om de middel, hierachter. Ik vind hem gewoon echt heel mooi. En dan heb ik nog iets anders leuks gevonden bij de Zara, namelijk deze heerlijke joggingspak. Ik heb hier dus de joggingsbroek. En dan heb ik hier ook nog de trui die erbij hoort. Ten eerste toen ik het zag vond ik de kleur echt heel erg mooi. Ik vind het een hele mooie kleur. Maar ook toen ik deze zag dacht ik, ja, ik moet deze eigenlijk wel hebben. Want ik heb niet echt goede joggingspakken. En deze zit zo lekker. En de trui, maar ook zeker de broek, zitten allebei heel erg goed. Ze passen precies. Want ik heb namelijk best wel vaak dat een joggingsbroek voor mij of te groot is. En als ik hem een maatje klein neem, dan vind ik hem zo strak bij je benen. En dat vind ik niet zo fijn zitten. En deze zit echt top. Dus hier ben ik ook echt heel erg blij mee. En dan is dit de joggingspak. Eigenlijk een hele basic joggingspak. Maar hij zit echt heel erg lekker. De trui is een klein beetje kropt. Maar het is echt een heel klein beetje. Verder niets bijzonders. En ja, het zit gewoon echt gewoon als een beetje joggingspak. En hij zit heel lekker. Het enige waar ik net achter kom, hij komt net uit de was. En ik had dus een olievlek hier op mijn trui. Volgens mij kan je het wel ergens zien hier en hier. Ik had namelijk deze trui aan toen mijn haar ging inolieën. Voordat ik ging slapen. En de olie is niet uitgegaan. Dus ik baalde hier werk van. Maar goed, ik moet er niet te lang mee bezig zijn. Maar dat ziet er helaas niet uit. Dus als je een vlek hier ziet, dan weet je waarvan het komt. Maar verder zit hij echt heel erg lekker. Ik bedenk me net trouwens dat ik nog iets heb gekocht bij Lovies. Iets heel kleins. Het zijn twee dingetjes. Het is een simpel topje en oorbellen. Alleen het topje zit nu in de was. En de oorbellen moet ik heel eerlijk zeggen dat ik even niet weet waar ze zijn. Dus in plaats daarvan laat ik even een foto in beeld zien hoe ze eruit zien. Als eerst heb ik dus een zwarte top. Het is echt zo'n see-through topje. Wat ik heel leuk vind om met een bralette te combineren. En wat ook is dat dit topje heel erg lekker zit. Hij is namelijk heel erg dun en een beetje een soort van zacht of zo. Want ik heb meerdere van dit soort see-through topjes. En ze zitten allemaal niet zo lekker als dat deze is. Deze is ook een beetje rekbaar. Dus dat is zeker een pluspunt van het topje. Ik ben even gaan kijken bij mijn sieraden. En ik zie ineens één van de oorbellen liggen. Ik weet niet waar de tweede is, maar ik zie er wel eentje. Dit zijn de oorbellen die ik bij Lovies heb besteld. En ze zijn een stuk groter dan ik dacht. Ik dacht eerst dat ze echt wel wat kleiner zouden zijn. Maar ze zijn dus een stuk groter. Maar op zich vind ik ze nog steeds mooi. En ze hebben dus helemaal rondom hier zo allemaal diamantjes. Maar de diamantjes zijn wel wat groffer en groter. En ik vind ze wel echt heel erg mooi. Dus deze oorbellen vind ik ook echt prachtig. Ik moet alleen even weten waar de tweede is. En dan als allerlaatste ga ik door met Douglas. Ik heb hier namelijk ook een aantal dingetjes gekocht. Ik heb hier namelijk een hele doos vol met allemaal beauty productjes. Ik ben namelijk een keertje naar Douglas in de winkel zelf heb wat dingen gekocht. En ik heb wat besteld. Als eerste zie ik hier trouwens de Charlotte Tilbury Liquid Contour. Deze heb ik niet bij Douglas. Deze komt gewoon van Charlotte Tilbury zelf. Maar deze heb ik wel in december gekocht. Dus hij hoort eigenlijk gewoon in deze video. Ik heb namelijk
heel erg veel mensen hierover horen praten. Mijn contourstrip was op en ik wilde deze eigenlijk al een tijdje proberen. Dus ik dacht, ik ga het maar eens gewoon proberen. En inmiddels heb ik hem al een paar keer geprobeerd. Dit is hem. En ik heb hem volgens mij gewoon in de kleur Fair Medium. Ik heb hem nu al een paar keer geprobeerd. En ik moet zeggen, ik vind hem wel oprecht heel erg fijn. En ik ben er ook echt wel heel blij mee. Dus ik denk dat dit mijn nieuwe liquid contour wordt voor de komende maanden. Dan ga ik door naar alles wat ik wel bij Douglas heb gekocht. Als eerste heb ik hier een serum van The Ordinary. Ik gebruik nu al echt maanden, elke ochtend en avond een serum. En ik heb al een paar keer serums van Ordinary gehad. Nu ben ik bezig met een vitamine C serum van Clay & Glow. Die vind ik ook echt heel erg fijn. Alleen hij is bijna op. En toen ik op de site van Douglas aan het kijken was naar vitamine C serum, kwam ik deze van The Ordinary tegen. En ik dacht, ik ga hem gewoon eens proberen. Want de vorige serums die ik heb geprobeerd van The Ordinary vond ik eigenlijk altijd heel erg fijn. Maar ik heb nog nooit de vitamine C serum van The Ordinary geprobeerd. En ik kan eigenlijk niet wachten om deze uit te proberen. Dus die heb ik besteld. Dan heb ik een tijdje geleden een adventskalender unboxed. En die video staat op mijn TikTok. En in die adventskalender zat een stempel van een nachtcreme. En die heb ik eigenlijk tot de dag van vandaag gebruikt nog steeds. En ik vind hem zo fijn. Hij hydrateert zo goed. En hij is ook lekker dik. Inmiddels is hij echt bijna op. Ik knijp echt het laatste beetje eruit. Dus ik dacht, ik ga hem gewoon bestellen. Dus ik heb de nachtcreme besteld. Dit is hem. En ik heb eigenlijk nog nooit eerder gehoord van dit merk. Hij is dus ook 100% vegan en gluten-free. En ik gebruik eigenlijk een moisturizer voor overdag. En eerst, voordat ik dus deze gebruikte, gebruik ik hem ook voor de avond. Maar die is voor overdag prima. Maar hij hydrateert niet genoeg voor de nacht. En deze is dat dus wel. Dus ik dacht, dan heb ik deze als nieuwe nachtcreme. Kijk hoe leuk de verpakking ook is. Ik vind hem zo cute. Hij ruikt ook echt heel erg lekker. Dus hier ben ik echt blij mee. Ik kan niet wachten om deze lekker vanavond op mijn gezicht te gaan smeren. Dan ga ik gelijk door naar nog iets wat ik heb besteld omdat in de adventkalender zat. Nou was het niet precies dit product wat in de adventkalender zat. Er zat namelijk een make-up remover in. Een balm zeg maar. Dus dat pak je een soort olie. Doe je over je gezicht en het haalt super snel en echt al je make-up van je gezicht. Ik vind het zo fijn te gebruiken, want ik heb ook niet het gevoel dat ik mijn wimpers ermee kapot maak. En die heb ik eigenlijk al die tijd gebruikt sinds dat ik hem heb unboxed van de adventkalender. En nu was die laatst opgegaan. En toen moest ik terug naar mijn oude make-up remover, gewoon een Milky make-up remover. En ik vond het echt verschrikkelijk eigenlijk. Ik merkte gewoon heel erg dat het niet goed was voor mijn wimper en de rest van mijn huid. Dus ik dacht, ik moet die balm opnieuw bestellen. Maar je hebt natuurlijk heel veel merken van die balm. Dus ik ben gaan kijken en ik zag heel veel goede dingen over deze. Dit is de Clean It Zero. En ik heb hier zoveel goede dingen over gehoord. Ik dacht, ik ga deze proberen. En kijk alleen al de verpakking. Ik vind het echt een prachtige verpakking. En ik kan echt niet wachten om dit vanavond te gebruiken. Want ik vond dit zo fijn om make-up mee weg te halen. Als eerste komt er een kleine spoon dingetje bij kijken waarmee je het uit kan halen. Heel erg fijn, dat had ik bij de vorige niet. Ik heb hem ook gelijk in de grootste maat besteld. Dan hoef ik voorlopig niet meer te bestellen. En dit is hem. En ik moet zeggen, ik vind de verpakking ook zo clean. Hij is best wel groot dus. Maar heel erg fijn. En het is nog helemaal settingsfijn glad. Ik wil hier eigenlijk nog helemaal niet mijn vinger in duwen. Ik kan niet wachten om dit te gaan gebruiken. Dus hier ben ik echt heel excited over. Het volgende wat ik bij Douglas heb gehaald is een primer. Deze primer is van Elf. Ik heb hem nog nooit eerder gebruikt. Maar ik hoorde ook over deze hele goede dingen. Ik had eigenlijk nog een primer nodig. Dus ik ben hem gaan uitproberen. En ik vind hem oprecht best wel fijn. Het is de hydraterende face primer. En het is dus de blauwe. Want ze hebben best wel veel primers. En dat wist ik niet. Want toen ik daar aankwam dacht ik echt, ja, welke is nou goed? Want ik had er dus wat dingen over gelezen. Maar ze hebben er echt een stuk of 5 genomen. Dus ik heb maar die hydraterende genomen. Want dat is eigenlijk altijd goed. Dus deze. Gaan we door met de producten van Elf. Want ik heb bij Elf ook een concealer gehaald. Het is de allereerste keer dat ik bij Elf een concealer heb gehaald. Mijn concealer was namelijk op. En ik ben nog steeds een beetje aan het zoeken welke concealer ik nou eigenlijk het fijnst vind. En omdat ik de laatste tijd best wel veel producten van Elf gebruik. En ze me eigenlijk nog niet teleurgesteld hebben. Dacht ik ga de concealer ook gebruiken. En ik heb hem nu 2 keer gebruikt. En ik moet zeggen, ook deze stelt me niet teleur. Ik vind hem best wel fijn. Toen ik daar aankwam zag ik 2 concealers. Deze, dit is een hydraterende concealer of een matte. Moet ik zeggen dat een matte concealer lijkt me niet heel erg fijn. Dus ik heb voor de hydraterende concealer gekozen. Dit is hem. En ik heb hem in de kleur Fair Warm. En het is eigenlijk gewoon in 1 keer de perfecte kleur voor mij. Ik heb dat niet vaak. Vaak moet ik de kleur opnieuw kopen omdat ik te donker of te licht heb gepakt. Maar deze is echt perfect. Dus hier ben ik heel erg over te spreken. Al 2 make-up producten die ik opnieuw heb moeten kopen omdat ze gewoon op waren. Als eerste de Elf Foundation. Ik gebruikte eerst eigenlijk helemaal geen foundation. En toen wilde ik foundation proberen. En toen is Elf mij aangeraden. En inmiddels is die op. En ik vind hem eigenlijk zo fijn dat ik dacht, ja, ik koop hem gewoon opnieuw. Want
Ook deze heeft me niet teleurgesteld. Echt een hele fijne foundation. Hij dekt eigenlijk gewoon precies goed. Hij is niet te dekkend, dus hij geeft niet zo'n plamuurlaag. Maar hij dekt eigenlijk altijd alles wat ik wil bedekken. En ik heb hem in de kleur beige. En dan nog een make-up product wat op was. Namelijk mijn wenkbrauwpotlood. Ik heb deze al een aantal keer laten zien. Ook deze is van Elf. En eigenlijk gebruik ik deze nu al... ik denk al een tijdje. Ik weet niet eens hoe lang. Hij gaat wel, moet ik zeggen, best wel snel op. Ik denk dat ik hem één keer in de maand wel koop. Maar ik vind hem eigenlijk best wel prima. Dus ik heb hem maar eens weer besteld. Want hij was weer op. Oh, hij zit vast. Hele simpele wenkbrauwpotlood. En ik heb hem in de kleur taupe. Ook nog mijn poeder op. Dus die heb ik ook opnieuw gekocht. Ik heb namelijk de poeder van Morphe. Dit is hem. Ik heb deze één keer eerder. En eigenlijk vond ik hem wel prima. Dus ik heb hem nog een keer gekocht toen hij op was. Volgens mij heb je er twee. De banana powder en dan gewoon deze. Dit is gewoon de basic poeder. Deze is niet zo geel als die banana powder. Deze vind ik eigenlijk heel erg fijn. Heel prima. Het is een hele losse poeder. En ik heb hem al een paar keer geschud zoals je kan zien. Dat is niet heel handig. Maar ook deze was op. Dus deze heb ik ook weer ingeslagen. Als allerlaatste heb ik de setting spray van MAC weer gekocht. Deze heb ik inmiddels volgens mij 2 of 3 keer gekocht. En als setting spray vind ik hem dus echt heel erg fijn. Daarom koop ik hem steeds opnieuw. Maar ik vind wel de verpakking steeds minder. Want ik heb hem dus nu een paar keer gekocht. En eigenlijk elke keer lekt hij. En ik weet dus niet waarom. Maar ik kan hem dus niet in mijn make-up laten leggen. Want dan ben ik te bang dat er echt best wel veel uitlekt. Dus ik moet hem altijd op mijn make-up tafel laten. Maar dat is eigenlijk de enige nadeel. Want ik vind hem als setting spray wel echt heel erg fijn. En ik gebruik altijd de matte setting spray. Want mijn gezicht kan best wel glimmen als ik make-up heb gedaan. Dus ook deze was op. En ook deze heb ik nu eindelijk weer. En dan is dit eigenlijk allemaal wat ik heb gekocht in de maand december. Het zijn weer allemaal leuke nieuwe dingetjes. En ik ben er overal weer helemaal blij mee. En dan was dit ook de video. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond. Als je het leuk vond, geef dan geen blauw duimpje omhoog doen. Te abonneren hieronder om meer van mij te zien. En dan zie ik je ook bij mijn volgende video weer. Doei doei!